We beginnen vandaag visionair. Een blik op de toekomst. En we verwelkomen een man die volgens mij meer dagen rondreist dan dat hij thuis zit. En dat doet hij om bedrijven en organisaties klaar te stomen voor the day after tomorrow. Hij bracht zo net ook een nieuw boek uit, de ecosysteemeconomie. En we vroegen om hem om ons vandaag mee te nemen naar het Vlaanderen in 2035. Dames en heren, futuroloog Rick Verra. Goedendag Gent, blij hier te zijn op deze trefdag. Hier is hij. Ik word aangekondigd als een futuroloog. Ik wou dat ik een futuroloog was. Maar ik ben geen futuroloog. Als ik vertel dat ik een futuroloog ben, dan krijg ik meestal deze opmerking. En het is niet wat je denkt dat het is. Het is niet wat de... Ik ga het F-woord niet gebruiken hier vandaag. Het is wat is de toekomst? Rick, kan je ons aan de toekomst voorspellen? Nu, ik kan de toekomst niet voorspellen, want ik werd zelf op een bepaald moment overvallen door de toekomst. De toekomst is onzeker precies omdat het onzeker is. En voor mij was de onzekerheid, ik reisde de wereld rond, ik deed af en toe 40 landen op een jaar en ineens had ik een heel ander soort leven. Ik verdiende ineens mijn brood door achter een camera te staan en mensen te entertainen. Nou, dat was niet wat ik gedroomd had. Maar tegelijkertijd merkte ik dat er heel veel dingen aan de hand waren. Ik ben futuroloog misschien om de volgende reden. Als je veel rondreist, dan kom je op veel plekken waar de toekomst gemaakt wordt. De meeste mensen maken de toekomst mee. En ik heb het voordeel van niet meer in bedrijven te zitten, maar na bedrijven te kunnen kijken en op de plekken te komen waar de toekomst gemaakt wordt. En dan is het heel makkelijk om de toekomst te voorspellen, want ik voorspel niks. Ik vertel alleen wat er al aan het gebeuren is. En dat maakt het heel makkelijk om te kunnen zeggen, dit is aan het gebeuren. En wat ik jullie kan vertellen is dat na COVID-19... we niet in het nieuwe normaal gaan stappen. COVID-19 is geen deur die we kunnen openen na COVID-19 en we stappen in het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal is er nog niet. En we stappen een heel andere scène binnen. En de scène die we binnenstappen is een zone. Een zone tussen het stervende oude normaal dat aan het afbrokkelen is en een nieuw normaal dat er nog niet is. En het worden niet de Roaring Twenties. Ik noem het heel graag de Twilight Twenties. De zone tussen het oude en het nieuwe. En dus een zone van monsters en creeps, maar ook een zone van ongebreidelde mogelijkheden. Waarin we hele complexe problemen gaan moeten aanpakken. Complexe problemen die te maken hebben met een enorm groeiende wereldbevolking. Daardoor hebben we ook een groeiende economie. We hebben een economie die gestoeld is op groei. Maar groei, oneindige groei op een gelimiteerde planeet, dat is niet goed. Dat is slecht voor de planeet. Dat zet druk op water, zet druk op voedselproductie, zet druk op energie, zet druk op mobiliteit, zet druk op healthcare, zet druk op hoe we ons voelen als mensen. Want wat willen we met z'n allen? Wat hebben we geleerd tijdens de crisis? Wat hebben we geleerd tijdens de pandemie? Is waar we op zoek naar zijn, is welbevinden. We zitten in het midden van een perfecte storm. Een perfecte storm die veroorzaakt wordt door heel veel technologie. Big data, veranderend consumentengedrag, nieuwe businessmodellen, artificiële intelligentie, de hyperverbonden wereld en afbrokkelend geloof in het systeem. Dat er nog eens bovenop. Want dat is wat aan het gebeuren is. Als je rondkijkt, dan merk je dat de burger steeds minder geloof heeft in het systeem. Dat het lijkt of het systeem niet meer in staat is om het allerbelangrijkste te doen wat we mogen verwachten van een democratie. Dat is net het evenwicht bewaren tussen enerzijds absolute autonomie van de burger en anderzijds de solidariteit tussen burgers. En dat is heel lang het allerbelangrijkste geweest. Dat wisten de Griekse filosofen al. Als je die twee dingen in evenwicht houdt, dan krijg je een beschaving. Als die wegvallen, dan valt de beschaving weg. Het probleem is dat de overheid per definitie vrij stug en star is en dat de omgeving waarin die overheid zijn functie en functionaliteit uitvoert, dat die heel snel aan het evolueren is. En dan dreig je een soort dinosaurus te worden. Dinosaurus is niet uitgeroeid door de meteoriet. De meteoriet heeft de omgeving veranderd. En doordat de omgeving veranderd is, moest de dinosaurus zich aanpassen, kon zich niet aanpassen. En dat is de reden geweest waarom de dinosaurus uiteindelijk is uitgestorven. En dat is het gevaar wat op dit ogenblik een overheid dreigt te overkomen. En ik ben grootvader. En als je grootvader bent, dan ben je ineens veel meer begaan met de toekomst.
Want je hebt die kleinkinderen er rondlopen en je wil dat die kleinkinderen opgroeien in een goede wereld. En dan wil je dat de overheid best in staat is om vanuit die chaos, want dat is energie, iets nieuws te creëren, iets beters te creëren en niet te wachten tot als het zover is. Want dan sta je op het strand als de tsunami toeslaat en dan kun je alleen scream and run. En dat wil je niet. Dus ik wil heel graag dat we een ander type economie gaan bedenken. En daarvoor heb ik dit boek geschreven, The Guide to the Ecosystem Economy. En ik heb het oorspronkelijk geschreven voor bedrijven, totdat ik op een bepaald moment achterkwam, oh, maar dit kan ook gelden voor overheden. Ik hoor te vaak zeggen, COVID-19 heeft het systeem gebroken. COVID-19 heeft het systeem niet gebroken. Het heeft alleen heel duidelijk gemaakt dat we al in een veranderende wereld zaten. Er is een ander virus in ons leven gekomen. En dat is in ons leven gekomen rond 2012. Ik noem het graag het smombievirus. Wij zijn allemaal veranderd in smartphone-zombies. Wij allemaal zijn smartphone-zombies. Als je 's ochtends je huis verlaat en je bent je portefeuille vergeten, dan denk je, och, mijn portefeuille vergeten. Maar als je 's ochtends, ken je dat na 20 minuten? Shit, ik ben mijn smartphone vergeten, dan panikeer je. Want het is je leven geworden. We leiden ons leven uit dit ding. Dus wij zijn allemaal veranderd in smombies. Maar het feit dat we allemaal veranderd zijn in smombies maakt ons niet alleen tot het centrum van de wereld, want met dit ding zijn we het centrum van de wereld geworden, maar maakt ons ook hyperverbonden. We zijn allemaal met elkaar verbonden, constant met elkaar verbonden. En dat is echt een tipping point in human history. Het vorige tipping point, grote tipping point, was de uitvinding van de boekdrukkunst, de uitvinding van dit ding en het internet. En de uitvinder van het internet zit hier. Die twee dingen samen creëert dit. Massa tweewegcommunicatie. Voor het eerst ooit heeft de mensheid toegang tot massa tweewegcommunicatie. We hadden massa communicatie, maar dat was één weg. Nu hebben we massa tweewegcommunicatie. Als gevolg, en dat is een devastating gevolg, zien we de overheid niet langer als wij zijn de overheid. We zijn de overheid steeds meer gaan bekijken als de overheid, dat is dat andere. Dat is het establishment. Dat zijn niet wij. En hoe komt dat? Dat is omdat de overheid maar twee manieren heeft om met ons om te gaan. Eén op één. Je hebt iemand aan het loket, dan heb je een één op één. Maar vooral scaling. Eén op veel. Zenden. En de feedbackloops die we hebben als burger om ons wij te voelen, de overheid, daar zit een heel dik deken tussen. We hebben vertegenwoordiging, dus wij kunnen stemmen, één keer om de x tijd. En dan hebben we daar politieke partijen tussen en regeringen tussen. Maar dat is niet meer die short feedback loop die we nu gewend zijn, hier. Want wij zitten, als wij, zitten nu aan de andere zijde. En de andere zijde, dat is dit. Wij zien onszelf als het centrum van de wereld en we zijn hyperverbonden. En daardoor ontstaat er een kloof tussen de ene zijde, de overheid, en de andere zijde, hoe wij ons voelen. En wij willen nog steeds hetzelfde, want dat is niet veranderd. Wij willen nog steeds dat de overheid voor ons zorgt. Dat de overheid ons welbevinden geeft nu en in de toekomst. Dus dat is wat we verlangen van de overheid. Maar wat we krijgen van de overheid is dit. Digital icing on an old cake. Ik krijg een fresh bovenop een oude taart. Want men verandert de onderliggende structuren niet en men gaat er een digitaal laagje bovenop zetten. Dat is niet voldoende. Dat geef ik nu al, wij moeten af van die centrale autoriteit. Want wij aanvaarden die centrale autoriteit steeds minder. En dat komt gewoon doordat we met elkaar verbonden zijn. Dus de grote uitdaging voor de overheid is om een platformoverheid te worden. Want op het moment dat de overheid weggaat van ik ben het centraal en ik ga zenden en ik word onderdeel van die hyperverbonden wereld, dan kan die overheid A, die klant, extreem centraal zetten. Want elke burger voelt zich dan betrokken. Want zij zijn onderdeel van het platform en de overheid faciliteert het platform. Daardoor kan de overheid de samenhang blijven bewaken van iedereen en kan ze dus dat evenwicht blijven bewaken tussen autonomie en samenwerking, maar kan ze tegelijkertijd er ook voor zorgen dat er nog altijd sturing gegeven wordt aan dat platform. Dat dat platform wel nog altijd een bepaalde richting uitgaat. En tegelijkertijd kan ze dan met short feedback loops ervoor zorgen dat elke burger zich optimaal betrokken voelt. En dan kom ik bij de subtitel van mijn vorige boek en die subtitel is Connect to Many Engaged Individuals. Als we daarin slagen, dan zijn we de goede overheid van de toekomst aan het maken. Connect to Many,
6 miljoen Vlamingen, maar elk van die Vlamingen het gevoel geven dat hij of zij het centrum van de wereld is en echt betrokken is bij de overheid. En dan krijg je terug de overheid als een wij. En wat willen we als burger? Help me, herken me, luister naar mij, inspireer me, deel dingen met me, motiveer me, beloon me, waardeer me. Laat me rust, als ik me rust gelaten wil worden. Je ziet het woordje straffen niet tussen. Hè? Niet afstraffen, maar belonen. En dat kun je alleen in short feedback loops. Wij moeten dus als overheid iets creëren dat een slim en responsief organisme wordt. Wat in staat is om heel veel data te verwerken, want als je begint te praten met elke individuele burger, dan krijg je die heel veel data binnen, dan moet je wel technologie gaan hanteren om met die data slimme dingen te doen. Dus wij moeten een overheid gaan creëren die als motor kan dienen van ecosystemen. Die het platform kan worden waarop bepaalde ecosystemen gaan draaien. Neem bijvoorbeeld mobiliteit. Dat is voor mij nog altijd het mooiste voorbeeld, omdat iedereen er op een of andere manier bij betrokken is en begrijpt waar ik het over heb. Mobiliteit is een probleem op dit ogenblik. En mobiliteit is gigantisch aan het veranderen. Dit is Mary Barra, dat is de CEO van GM. 6 jaar geleden zei ze, onze industrie gaat meer verandering zien in de komende 5 jaar dan in de afgelopen 50 jaar. En dat is ook zo. Geldt eigenlijk voor alle industrieën. Wat we zien in de automotive is dat er eigenlijk voldoende mobiliteit is. Er is voldoende mobiliteit, er zijn voldoende auto's, alleen waar staan al onze auto's geparkeerd? En hoeveel mensen zaten er in die auto als we naar hier gereden zijn? 1 man, 1 iemand. Met andere woorden, er is mobiliteit voldoende, er is infrastructuur voldoende, er zijn wegen voldoende. Alleen, we gebruiken die niet optimaal. We laten heel veel gaten vallen. Er komt nieuwe technologie aan. We gaan auto's slim kunnen maken, we gaan wegen slim kunnen maken. We gaan slimme steden krijgen die heel veel dingen gaan meten, die al die data gaan samenbrengen en die de mobiliteit in een stad gaan optimaliseren. We krijgen dus augmented intelligence. De menselijke intelligentie die geholpen wordt door artificiële intelligentie, door de rekenkracht van computers. Ik ben geen voorstander van AI, wel van augmented intelligence. Mensen geholpen door platformen. De overheid als platform. En wat is dan de overheid als platform? Bijvoorbeeld voor mobiliteit. Dat is, hey, je hebt nog altijd infrastructuur nodig. Gelukkig hebben we veel infrastructuur. Het enige wat we moeten doen, is dat we de infrastructuur slim moeten maken. En hoe maken we die infrastructuur slim? Door daar sensoren aan te koppelen. Nou, dat is een businessmodel voor heel veel mensen die met sensoren bezig zijn. Want alleen dan maak je iets slim. Als ik een lichaam ben zonder zintuigen, dan ben ik een volkomen weerloos iets. Want ik heb geen zintuigen. Als ik zintuigen heb, dan krijg ik data binnen, dan krijg ik informatie uit de buitenwereld binnen en die kan ik verwerken. Maar tussen mijn zintuigen en mijn brein heb ik een netwerk nodig. En dat netwerk moet 2-richting zijn. Ook die netwerken moeten we uitbouwen. Want als we sensoren zetten en een brein hebben, dan moeten we daartussen ook goede netwerken hebben. En het platform zorgt ervoor dat wij het gevoel hebben, wij zijn de overheid. Ik vind Waze een geweldig voorbeeld. Waze bestaat niet zonder dat wij Waze gebruiken. De overheid zou niet mogen bestaan zonder dat wij onderdeel uitmaken van die overheid. Dat gevoel hebben we niet, maar dat gevoel krijg je wel als je het bouwt als een platform. En op dat platform ga je dan data beheren, verwerken en activeren. En wat is activeren? Dat is hetgene wat uiteindelijk de burger ziet. En de burger gaat het liefst hier zien. Dus op dat moment kan je bijvoorbeeld een mobility app gaan maken. Een mobility app die de burger de kans geeft om echt onderdeel uit te maken van de mobiliteit en een mobiliteit te creëren die precies bij hem past. Het platform kan ook data, informatie aanleveren aan derde partijen. En zo krijg je een dubbel vliegwiel. Hoe beter de applicaties, hoe meer je meet van de interactie met je burger, hoe meer je meet van de interactie met je burger, hoe meer data je op het platform kunt brengen, hoe slimmer je platform wordt, hoe beter je applicaties kunnen worden, hoe beter je meer data je krijgt. En dan krijg je een dubbel vliegwiel. Dan krijg je een lerende overheid. De Vlaamse overheid echt als de motor van ecosystemen. En dit is maar 1 ecosysteem, zo kan je 100 ecosystemen bedenken die bovenop dat platform draaien. Waarom de overheid? Omdat je een beheerder nodig hebt van dat platform. Een beheerder die ervoor zorgt dat de deelnemers voldoende autonomie hebben, maar ook tegelijkertijd voldoende samenwerken. Die ervoor zorgt dat alle deelnemers elkaar kunnen vertrouwen. Met andere woorden, dat er een soort convenant is van de deelnemers aan dat ecosysteem. Een bruggenbouwer die ervoor zorgt dat er wederkerigheid is. En die ervoor zorgt dat iedereen niet het gevoel heeft van wij zijn concurrenten. Nee, je werkt samen op dat platform.
En dan moet de overheid er ook voor zorgen, en dat is een hele belangrijke, dat er slim omgegaan wordt met de data. Want de data die je gaat beheren zijn data van burgers. En dus als overheid heb je daar de verantwoordelijkheid voor om ervoor te zorgen dat die data correct behandeld worden. En dat betekent dus dat de overheid moet gaan kiezen voor technologie, technology first. Technology als het eerste. De Vlaamse overheid echt als de motor van diverse ecosystemen en van de ecosysteem-economie. Een economie die beter is voor mens en planeet. Nu, als grootvader kan ik dat alleen toejuichen. Ik ben nu op het einde van mijn speech, maar voor jullie begint het pas. Want het is heel makkelijk gezegd, maar tussen mijn droom en dat realiseren zit nog heel veel werk. Let the games begin, absoluut. En als je er meer wil over weten, ik wens jullie er heel veel geluk bij. En kan je ook je verdiepen in het boek. Dank je wel.